Kenji Gray, ik hoef niet te vragen of hij die bal lekker raakte. Ja, het ging lekker van mijn voet af en het, ja, het ging lekker. Het was lekker, een mooie doelpunt. Dat was de bedoeling, toch? Ja, zeker. Ik denk het wel. Goal, de bal needs to be in the back of the net. Dus, ja. De uitvoering, een 8, 9? Ja, gewoon mijn best. Ja, ik weet het ook niet. Ik weet het ook niet. Voor mijn gevoel had je nog meer kunnen scoren. Ja, ik heb veel kansen gehad. Ik denk, ja, ik moet ze gewoon scoren eigenlijk. Maar ja, dit is nog pre-season, dus volgende week begint het. Is dat de scherpte die nog een klein beetje erop moet komen? Ja, ik denk, nu ik voel me wel fit. Maar na deze wedstrijd voel ik me wel beter en ready for the season. Merk je ook echt dat je stappen gaat maken richting PSV? Ja, zeker. Ik denk dat we ready zijn voor PSV en we gaan het goed doen dit seizoen. Waar merk je dat aan? Ja, ik denk we zijn meer als een team nu. We moesten eerst een beetje gellen. We kennen elkaar niet zo lang, dus ja, ik denk dat we het goed gaan doen. Jij speelde omdat Duplan geblesseerd was. Heb je het idee dat je basisspeler wordt aankomend seizoen? Ja, ik denk ik moet gewoon mijn best doen. Ik ben hier om te ontwikkelen. En ja, als het basis is of invallen, ik wil gewoon zorgen dat ik het goed doe. En dat is het. Als je iedere week zo'n doelpunt maakt, dan weet ik het antwoord wel. Ja. Ja. Ben je tevreden over de voorbereiding? Ja, ik denk het wel. Ik denk, we zijn allemaal nu fit. We zijn match fit en we zijn er klaar voor. Maar de wedstrijd bijvoorbeeld tegen de Turken en tegen de Grieken, dat verliep niet helemaal lekker, hè? Ja, ik denk voor pre-season is het meer om te wennen en te get fit. En to be ready for the season. En ik denk, na vandaag zijn we echt klaar voor het seizoen. Gelijk maar tegen de kampioen beginnen. Ja. Ja, het is altijd mooi om en dan gaan we gelijk goed doen, dus.